De ouders van Maya zijn getekend voor het leven door dit immense verdriet. Ze bezoeken al twintig jaar lang. Elke dag haar graf. Haar slaapkamer is nog helemaal intact. Volgende week is het twintig jaar geleden dat de zestienjarige Maya uit Nijmegen door haar beste vrienden werd vermoord. Verslaggever Annemieke Schakelaar, die de zaak al sinds het begin volgt, bezocht opnieuw de herdenkingsplekken en sprak met ouders, vriendinnen, docenten en agenten. De moord op de 16-jarige scholieren choqueerde in 2003 enorm. Doordat de daders Maya's beste vrienden waren, ze op gruwelijke wijze werd vermoord en de jonge daders tot ieders verbijstering geen enkel begrijpelijk motief konden geven. De ouders van Maya zijn getekend voor het leven door dit immense verdriet. Ze bezoeken al 20 jaar lang elke dag haar graf, haar slaapkamer is nog helemaal intact. Maar ook buiten het gezin heeft haar dood een enorme impact gehad. Docenten bijvoorbeeld vertellen mij dat de school jarenlang minder leerlingen trok. Agenten dat ze dit verhaal nooit zijn vergeten. Maar ook vriendinnen van destijds vertellen over trauma's, angsten en bijvoorbeeld een gebrek aan een kinderwens waarschijnlijk door deze gruwelijke gebeurtenis.